Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 12. Ik ben aangekomen bij Celine en Nick. Oh. Het is 10 à 10. Het sneeuwt gigantisch hard. De wegen zijn pot toe. Het is echt heel erg. Iedereen rijdt echt 30 per uur, ook op de autostrade. Omdat het zo slecht is. Mijn banden gleden ook gewoon weg. Ik moest remmen ergens en mijn auto ging gewoon zo. Ik heb geen winterbanden nog niet. Dus ja. Het is redelijk gevaarlijk. Had ik dat geweten, dan was ik thuis gebleven. Want ik moet straks natuurlijk ook nog terugrijden. En ze zeggen dat er 15 centimeter gaat liggen. Dus ik ben benieuwd. We gaan ook wel sporten bij Leslie zelfs. Allee, om 1 uur. Dus ja. Ik ben benieuwd. Het is maar gevaarlijk. Het is beter eigenlijk om niet op de baan te zijn. Maar ja, wat moet, moet hè. Oké, ik ga nu binnen gaan. Ik ga pakjes maken, nieuwe collectie doen en zo'n dingen. We hebben een pakje gekregen. Je volgt niet hè. We hebben de Fitbit Ionic gekregen. Yay, Milka! Celine heeft hem al aangedaan. Ja, maar ik heb hem al tonen. Ja, doe maar. Tada! Oh ja, ik heb hem iets te los, dus hij zakt nog naar beneden. Is wel chic. Ja, wow. Kijk. Cool. Ik ga mij nog even een handje laten. Kijk. Als dus eigenlijk voor als je gaat fitnessen, maar dat is ook, die heeft GPS tracking, sleep tracking. Ja, je activiteiten van de hele dag trackt die, dus ook hoeveel stappen je doet. On-screen coaching. Dat is wel alles, hè? Je heart rate. Oh ja, daar staan ook liedjes op. Ja. Yeah. Nee, je kunt daar 300 plus liedjes op zetten. Je kunt daarmee bellen, teksten, je kalender bekijken. Cool zo. Je kunt weather erop zetten. Woehoe. Kijk, tof. Super leuk. Ik ben heel benieuwd om die uit te proberen. Normaal gaan we zelfs naar Leslie. Als we door de sneeuw kunnen, want het is heel hard gesneeuwd. En anders. Er is een ander bandje bij. Ah, daar zit ook een ander bandje bij. Ja. Ah, dat is al een smaller bandje. Ja. Amai. Kijk toch. Jij. We zijn aangekomen bij Leslie. We hebben meer dan een uur gereden. Wat we normaal op 15 minuten doen, zeker. Omdat er zoveel sneeuw is, omdat alles staat gewoon vast wat je doet. Maar ja, we gaan trainen nu. Ja. Allee, loop. Oké, week 6 bij Leslie. Dit zijn de resultaten. Ik kom van het begin van 98,6. Dan was ik 98,1 in kilogram. Nu ben ik 98? Oké, opnieuw. Dus, eerste keer, en dat was 26 september, was ik 58,6 kilogram. De tussendatum was ik 58,1. Nu ben ik 56 kilogram. Dus mijn gewicht is naar beneden gegaan. Maar mijn vetpercentage was 14,9, tussenstand was 14,8, nu ben ik 13,7, dus dat is wel, dat is 2 meer als, ah nee wacht, 1, ja oké, okay. Ik kan even niet tellen. Ja, en mijn vocht is ook omhoog gegaan. Waarom was dat weer goed vocht? Hoe meer spierenmassa dat je krijgt,
hoe meer vocht dat je ook zo okay. Hebt. Dus niet hoe ja. Vocht dat valt. Dus mijn vocht is met 1% gestegen, van 60,1 naar 61. En mijn spieren zijn ook van 38% naar 39,3 gegaan. Dus thuis, ja, 2 kilo puur vet afgevallen. En mijn spieren zijn wel 1,3% gegroeid. Oké, je moet ook denken nu, het is namiddag. Dus vorige keer hebben we ons altijd 's ochtends gemeten. En toch zijn mijn resultaten nog goed. Yes. Ja. We zijn heel blij met onze resultaten. Nick is zelfs 4% vet verloren en 3% spier erbij. Shit man. Hoeveel? 5 kilo. En 5 kilo afgevallen. Jij had ook. Hoeveel kilo was ik afgenomen? 2. 100 gram. Nee, van de eerste. Ah. Kan beginnen, hè. Wacht, ik heb er een foto van. Kilo. Ja, 1 kilo ben ik kilo af. Maar het gaat niet om de kilo's, het gaat echt wel om de spieren. Ja. Maar dan zie je wel hoe hard je vet naar beneden gaat. Ah, die kilo's die je dan bent afgevallen, komt echt wel daarvan dan, hè, van het vet. Want we zijn wel in spieren bijgekomen. Ja. Dus we zijn kei blij. Willen jullie ook graag zo resultaten bereiken? Willen jullie graag afvallen, een beter lichaam, of willen jullie gewoon een gezondere levensstijl. Ja, gezond worden en een goede levensstijl, dan is er één adres zou ik zeggen en dat is echt Mrs. Leslie dat bij Overdrive Sports. Dat is echt het beste, dus allemaal naar hier komen zou ik zo zeggen. Ondertussen zijn we, amai, ik vind echt nog altijd dat ik er zo raar uitzie als ik mijn haren los heb zo. Ondertussen zijn we 3 uur verder of zo van bij Leslie. Want Celine en ik hebben nog een nieuwe collectie online gezet. Was wel nog wat werk. Mails gedaan, want die hadden ook even al niet meer gedaan. Dus het was all necessary, ja. Nu gaan we naar Mats Mechelen, hè? Ik ben trouwens met de mystery guest, hè. Maar ja, dat zul je ondertussen wel doorhebben. We gaan naar Maasmechelen, want we gaan eten bij de mannen van De Belge. En voor de mensen die toen vroegen over de blauwe auto, de chique BMW M2, dat is inderdaad van de mystery guest. Daar zit ik nu weer in. Dat zullen jullie wel horen, denk ik. En ja, we hebben een meeting dus met de mannen van De Belge. Wel tof. Ik denk ook, die gingen ook koken, hè. Ze gingen ook koken voor ons, dus gezellig! En Celine en Nick gaan natuurlijk ook mee, hè. Dus die zijn er zelfs ook weer. Naar huis. Het was heel fijn, heel gezellig, heel lekker ook. Rafael had heel lekker gekookt met zijn vrouw. En het was ook een hele, best wel een toffe meeting. Hè? Productief. Ja, productief. Veel ideeën op tafel gelegd, dus dat is wel fijn. En wie weet komt er dus binnenkort wel iets tof tussen Totally Too en De Belge. Who knows? We zullen zien. We zijn nu onderweg naar huis. En dan ga ik ook direct mijn bed in kruipen, want ik ben echt stikkapot. Maar ik zie jullie morgen weer, natuurlijk. Voor Vlogmasdag. Dat is dan al dag 12, denk ik. Of was vandaag dag 12? Ik weet het al niet meer. Alleszins, ik zie jullie morgen weer. Slaap wel iedereen en tot morgen!